iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een superleuke video. We gaan het vandaag hebben over contouren. Ik heb al eerder een contourvideo gemaakt. Ik zal even de link hier beneden plaatsen als je die wilt zien. Dat is gewoon vrij normale manier van contouren. Maar we gaan vandaag echt extreem contouren. We gaan echt ons gezicht super smal maken. We gaan onze botstructuur er echt mooi uit laten komen. We gaan onze lippen wat dikker maken. Onderkin wegwerken. We gaan echt van alles doen. Het is een soort plastische chirurgie, maar dan met make-up. We gaan onze neus natuurlijk ook een stuk smaller maken. Echt, waarom doen mensen nog plastische chirurgie als je ook gewoon kunt contouren? Ik heb nog nooit iets gedaan aan mijn gezicht. Ik heb er ook niet echt behoefte aan. Als ik iets zou doen is het mijn neus, want ik vind mijn neus hier echt iets te breed. Dus die had ik wel iets smaller gewild. Maar om echt een hele operatie te gaan doen voor dat vind ik ook weer too much. Dus ik contour hem gewoon een stuk smaller. Ik heb ook mijn lippen niet gedaan. Dat vragen ook vaak mensen. Ik snap die vraag niet echt, want in verhouding is mijn bovenlip echt een stuk dunner dan mijn onderlip. Als ik mijn lippen zou hebben gedaan, dan had ik ook mijn bovenlip een stuk dikker gemaakt. Nou, ben je benieuwd naar hoe je dit gezicht krijgt? Dan blijf gewoon even kijken. Vergeet ook niet te liken en te abonneren. Nou, we zijn even ingezoomd. Ik heb even mijn haar naar achteren gedaan met deze band, of hoe je het ook wil noemen. Ik heb alle make-up van mijn huid afgehaald. Ik heb alleen nog mijn ogen en mijn wenkbrauwen, maar dat doet er niet echt toe in deze video. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Ik gebruik hiervoor de Sissy Skin Trainer van Kiko in de kleur neutraal. En dit ga ik gewoon zo helemaal op mijn hele gezicht doen. Op mijn wangen, voorhoofd, neus en kin. Deze primer maakt je gezicht echt super egaal. Nou, de primer zit op mijn hele gezicht. Hij ruikt ook echt super lekker. Nou gaan we doen waar deze video over gaat, om dat te contouren. Ik gebruik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer. Deze concealer doe ik gewoon zo onder mijn ogen en dan omlaag in een 3. Dan kleur ik hem zeg maar in. En dit doe ik zo ook gewoon bij dit oog. En ik ga ook een beetje op mijn neus. Daardoor wordt je neus straks iets smaller. Een beetje op mijn kin. Een rechte lijn op mijn neus en een beetje op mijn voorhoofd. Ik doe hier niet te veel, want ik heb al een vrij groot voorhoofd. Dus ik wil hem juist kleiner maken en niet groter. En als je hier dus veel highlight, wordt hij eigenlijk juist alleen groter. Dan pak ik mijn Kiko Sculpting Stick in de kleur 201. Dit is een bruine contourstick en het is echt de perfecte kleur om te contouren. Dit is de kleur van de Sculpting Stick. Je kunt zien dat het een hele coole bruine kleur is. Je hebt deze in twee kleuren. Ik heb hem in een donkerste kleur. Ik doe deze hier bij mijn jukbeenderen en dan echt onder het bot. Breng ik een dikke streep aan tot ongeveer hier, niet te veel. En dat doe ik dan ook hier. Normaal stop ik, gewoon dit is het dan en dan ga ik het eruit blenden. Maar omdat we vandaag extreem contouren, ga ik nog door. Ik maak de lijn iets meer verder naar onderen en dan iets omlaag. Dit is een beetje een skeletvorm, waardoor je gezicht straks echt super smal wordt. Ik doe het ook hier bij mijn kaak. En dan breng ik het nog naar onder op mijn nek. Ik doe het hier bij mijn voorhoofd. Ik doe hier altijd best wel veel. Want zoals ik al zei net, ik wil echt een kleiner voorhoofd. En hierdoor wek je de illusie dat je een iets kleiner voorhoofd hebt. En als laatste mijn neus. Die mag ook wel echt iets smaller. Ik pak een platte vierkante kwast. Deze is van Morphe. En dan pak ik gewoon een beetje zo een beetje product. En dan maak ik de lijnen recht op mijn neus. Ik doe het echt vlak naast waar de concealer zit. En dan echt vanuit mijn wenkbrauw. En dan naar beneden. En dan zo bij de andere kant ook. En dan hieronder bij het topje van mijn neus doe ik ook nog. Hierdoor lijkt je neus wat minder lang. En dan maak ik hier in het midden nog een streep. Hierdoor lijkt je neus dan straks alsof hij een beetje omhoog gaat aan de voorkant. En dan heb je helemaal gecontourd eigenlijk. Nou pak ik mijn beauty blender en dan ga ik eerst alle concealer uitblenden. Mijn beauty blender is trouwens vochtig. En ik probeer het bruine niet aan te raken. Mijn gezicht lijkt nou super wit, maar dat wordt wel straks helemaal normaal. Maak je vooral niet druk. Het enige wat ik nog niet blend is mijn neus. Die komt echt helemaal pas op het laatst. Nou pak ik deze kwast van de Bougie Shop. Dit is de Large Flat Contour 4300. En daarmee ga ik al het bruine uitblenden. Ik begin eerst hier bij mijn wang. En ik blend heel lichtjes gewoon op de plek. En ik blend omhoog. Dus dit soort bewegingen omhoog. Vooral niet omlaag blenden.
Want dan wordt je gezicht helemaal ingevallen en dat is niet wat je wilt. En gewoon blijven blenden totdat het helemaal mooi is ingeblend in je huid. Dat kan eventjes duren. Als je dit wilt gaan doen, moet je echt geduld hebben. En je blendt hier ook een beetje omhoog uit, vlak bij je haargrens. Ik ga ook altijd nog een beetje hier over mijn haar. En dit dan ook bij deze kant. En dan rustig aan omlaag. Hier bij dit stukje hier kan het echt flink misgaan. Dus doe het niet te snel allemaal. Doe gewoon echt op je gemak. Kijk, je kunt al zien hoe mijn gezicht echt al iets smaller wordt. Super mooi. Nou ga ik door bij mijn voorhoofd. Hier ben ik altijd iets meer hardhandig. Hier hoeft het allemaal niet zo perfect te zijn. Gewoon een beetje uitblenden en dan is het wel goed. Ook weer goed bij je haargrens gaan. En weer gewoon lekker uitblenden. Blenden, blenden, blenden. Druk niet te hard op je kwast, anders blend je het te veel uit. En dan gaat je foundation eronder ook mee. Ik heb nou helemaal geen foundation op. Mensen, ik ben gewoon vergeten om foundation op te doen. Oh mijn god, oké, het is wel de bedoeling dat je hieronder foundation doet. Hoeft niet per se, want op zich maakt dit ook al je huid egaal. Maar als je de foundation onder doet, wordt het mooier. Echt jongen, Sarah, get yourself together. Wat ben ik voor beauty vlogger? I can't. Hoezo vergeet ik mijn foundation? Nou ga ik door bij mijn kaak. Hier moet je echt omlaag blenden, niet omhoog. Ik ga door tot aan bij mijn oor. Dit maakt je kaak smaller en strakker. De dubbele kin mag echt weg. En bij je nek blend je het gewoon ook helemaal uit. Je kunt al best wel goed zien dat mijn kaaklijn iets strakker wordt. En dan pak ik nog mijn beauty blender en dan ga ik het allemaal nog een beetje in elkaar blenden. Zo, nou moeten we nog de neus doen. Nou, voor de neus pak ik deze kwast. Deze is van Elf Cosmetics. Dit is de Smudge Brush. Kun je gewoon halen bij www.icelipsface.nl. En ik ga eerst het bruine uitsmudgen. Of uitblenden. En dan pak ik deze kwast en daarmee ga ik het nog extra uitblenden. En weer alleen de bruine plekken. En dan pak ik mijn beauty blender en nu ga ik het door elkaar heen mengen. Dus ik pak de donkere plekken en die doe ik samen met de concealer. Nu ga ik een beetje over de concealer heen. En dan blend ik het allemaal een beetje over elkaar heen. En dan pak ik nog een beetje concealer en maak hier een lijn en hier een lijn. Om het weer iets smaller te maken. En dit blend ik omlaag uit. Zo, dan is alles nou basically uitgeblend. Dan gaan we verder met poeder. Ik gebruik mijn Beauty Bakery Translucent Powder. En dan pak ik gewoon weer mijn beauty blender en dan ga ik hieronder baken. Ik bake gewoon zo onder mijn oog om het allemaal goed te zetten. Natuurlijk ook bij mijn andere oog. En dan pak ik nog een beetje poeder en dan ga ik zo langs mijn neus. Ook dit maakt mijn neus zo meteen iets smaller. Ook bij mijn kin. Naast mijn mond op mijn lachrimpeltjes. En bij mijn voorhoofd. Dit laat ik voor nu dan eventjes een paar minuutjes zitten. Iemand is weer aan het stofzuigen hier beneden. Nou, ik heb al lang genoeg gewacht. Dan ga ik de beker afhalen. Ik veeg het er gewoon zo lichtjes vanaf. Ik druk niet te hard. Deze lichten maken mij echt super wit. Ik zie er echt niet zo wit uit in het echt. Maar het wordt allemaal opgelost. Straks gaan we ook bronzen en zo. Dus dat komt helemaal goed. Je zult denken dat we nou klaar zijn met contouren. Maar nee, nog steeds niet. We gaan nou poeder contouren met deze kleur van mijn NYX Contour Palette. Dus basically wat ik nou ga doen is overal nog één keer overheen gaan met de poeder contour. Dus gewoon precies waar ik al heb gecontourd, ga ik er nou gewoon overheen met deze poedercontour. Nou ga ik bronzen met de Wet n Wild Color Icon Bronzer. Ook dit doe ik gewoon weer overal waar ik heb gecontourd. Nou maak ik mijn gezicht gewoon wat bruiner. Nou ga ik als laatst nog hieronder mijn lip contouren. Dat doe je zodat je lippen iets dikker lijken. Ik gebruik gewoon hiervoor weer mijn bronzer. En een platte kwast en een schuine platte kwast. En die doe ik gewoon iets onder mijn lip. Je kunt dit ook doen met de contourpoeder. Dan lijkt je lip iets dikker, iets voller. Als blush gebruik ik mijn Benefit Rocateur Blush. En die doe ik gewoon weer op de contour, maar dan iets omhoog. Ik begin mijn blush altijd hier, waar het dikker wordt als je lacht.
op de appels van je gezicht of hoe het ook heet. Daar begin ik en dan veeg ik het omhoog. En dan pak ik weer mijn poeder. En dan ga ik het hieronder nog mooi strak maken. Hierdoor wordt je contour ook nog net iets strakker. Veel mensen doen dit al als ze gewoon aan het contouren zijn. Maar ik wacht altijd totdat ik mijn blush op heb gedaan. Want dan wordt de blush ook mooi strak. En anders is het strak en dan moet je er nog overheen met blush. En dan wordt het iets minder strak. Als je snapt wat ik bedoel. Als highlighter gebruik ik deze van JIT Cosmetics in de kleur Vanilla Sky. Heeft niks met de video te maken, maar ik wil het gewoon even vertellen. Super mooie highlighter. Ook op mijn neus. Dit maakt je neus ook iets smaller. Een beetje onder mijn wenkbrauw. En een beetje op mijn voorhoofd. En klaar. Dan ga ik hier de poeder ervan afhalen. Zie je hoe mooi strak het nou hier is? Oh, mijn oorbel valt eruit. Dan zijn we basically klaar met het gezicht. Nog alleen nog lippen. Ik zal ook even laten zien welke lipstick ik opdoe. Ik doe deze Essence Lip Liner. Er staat alleen niet op welke kleur het is dus. Ik kan niet echt vertellen welke kleur het is. En aangezien dit een contouring video is, ga ik ook mijn lippen contouren. Ik maak gewoon strepen in het midden en aan de zijkanten. En dan pak ik mijn MAC lipstick in de kleur Twig. Twig. Ik weet niet hoe je het zegt. Ik had hier ook een lippotlood bij, maar ik ben die kwijt. Ik weet ook niet meer welke kleur het was. Echt, jullie hebben vandaag echt niks aan mij. Dus vandaar dat ik deze Essence lip liner erbij doe. Nou nog een beetje Urban Decay Chill Setting Spray en dan ben ik klaar. Nou, dit was dus hoe je echt extreem contourt. Dit is de manier van contouren waar mensen altijd super bang voor zijn. Mensen denken ook vaak dat dit de enige manier is. Dus vandaar dat mensen vaak niet willen contouren, omdat ze het te moeilijk vinden en een beetje eng vinden om te doen. Dat komt dus omdat veel mensen denken dat dit de enige manier is. Deze manier is ook best moeilijk en het kost best wel veel tijd. Dus dit is niet een alledaagse contourmethode. Als je mijn make-up tutorials bekijkt, zie je dat ik op een veel makkelijkere manier contour. Dus dat is meer voor alledaags. Maar als je een keer tijd hebt of je gaat naar een feest en wilt echt uitpakken en je wilt echt je gezicht mooi strak maken, dan is dit de perfecte manier. Het kost alleen wel echt eventjes tijd, want je moet best wel lang blenden. En als je het nog niet goed kunt, kost het nog meer tijd, want dan moet je echt nog oefenen. Maar echt, iedereen kan dit hoor. Je moet gewoon echt een beetje oefenen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken. Dat laat mij weten dat je het leuk vindt. Heb je misschien andere leuke video ideeën? Laat het me weten. Ik doe graag wat jullie willen, dus dan maak ik die video's gewoon. En ik heb ook inspiratie nodig. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doei!